Marijn, hoe is het, jongen? Hey. Wat leuk dat je even tijd voor ons wilt vrijmaken. Marijn is 25 jaar en een van de beste basketballers van Nederland. Hij staat bekend om zijn weergeloze vrije worp. Marijn is aanvoerder van ZZ Leiden, waarmee hij 2 keer Nederlands kampioen is geworden. We hebben een videootje van Bas gekregen en die is ongelooflijk fan van jou. Ik heb het gehoord, ja. Hoi, Sefboer. Ik zit op basketbal. Ik zou heel graag een vrije worp willen leren gooien met een goede gooitechniek. Ik wil dat leren van Marijn Ververs, de beste basketballer van Nederland. Hij komt hier ook af en toe. Hij zit hier ergens dan en dan heeft hij een seizoenkaart. Uh-huh. Ja. Bas is onderweg, die kan hier elk moment zijn. En weet je wat het is, Marijn? Om jou een beetje als verrassing te behouden, dachten wij dat jij dan dit zou aantrekken. Moet ik hier echt in? Ja, dat vonden wij wel leuk. Oké, nee. Wil je het doen? Ja, voor deze ene keer. Bas, je bent er al. Ja. Oh, je bent vroeg. Kom man, gezellig. Jij hebt ons een videootje gestuurd. Want jij bent fan van... ZZ Leiden. Ja, kijk eens even. En dan doe ik alleen maar even deze. Kijk eens. Bas, ik heb deze zaal helemaal voor jou geregeld. Echt? Ja. Waarom is dit zo'n ongelofelijke goede club? Ja, ik woon hier dichtbij en ze hadden vorig seizoen maximaal aantal bekers gewonnen wat je kon halen in 1 seizoen. En hoeveel is dat dan? Hoeveel bekers zijn dat dan? Je kan 3 bekers winnen en ze hadden ze alle 3 gewonnen. Is er ook een mascotte? Ja. Echt? Ja, die heet ook T. T? Ja. Waarvoor? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Hij heet T? Ja. T, kom maar! Oh, daar heb je hem. Kijk. Ja, goed zo. Nou, ga jij eens even lekker laten zien wat je kan. Hoppakee. Heb je? Heel goed. Ja, kijk eens. Echt heel goed. Als je nou nog iets wil leren, hè, wat zou je nog willen leren dan? Nou, er is dus een gooitechniek die alle goede basketballers gebruiken. En dat is? Ja, dan gooi je hem eigenlijk zo met 1 hand. En dat wil ik van de vrije worplijn. Stel nou dat een van deze mannen jou zouden kunnen helpen. Wie zouden we dan uitkiezen? Marijn Ververs. Die zou ik juist graag willen. Heb je hem al gezien? Nee. Nee, goed kijken. Heel goed kijken. Ik zie hem echt niet. Echt niet? Marijn! Kom er maar bij! Ik vind het altijd schrikken, hè? Hè? Ik vind het altijd schrikken. Vind jij ook niet, hè? Mag ik je voorstellen? Marijn. Ja, goed hè? Ik heb nog een shirtje. Trainingsshirtje. Een trainingsshirtje. Eigenlijk een wedstrijdshirt. Trek hem aan. En jij? Trek hem uit. Nou, staat je goed? Dat shirt, hè? Ja. We gaan een vrije worp oefenen. Wat is precies een vrije worp? Als er een fout op jou wordt gemaakt, terwijl jij schiet, dan mag je naar de vrije worplijn toe om een vrije worp te schieten. Dus een soort penalty in voetbal? Ja. Denk je dat jij het mij kan leren? Ja, tuurlijk kan jij dat. Daar ben ik 100% zeker van. Hoe belangrijk is zo'n schot eigenlijk? Want... Ja, is wel belangrijk. Want als jij met een verkeerde techniek schiet, dan kan die bal eigenlijk elke keer een andere kant op gaan. Dus je wil dat je techniek zo stabiel mogelijk is, zodat je elke keer zoveel mogelijk hetzelfde schiet. Als nee. Nee, het is gewoon... Kijk, jouw schottechniek is best wel goed. Je handen, je moet proberen dat je alleen maar met je rechterhand schiet. En je linkerhand, die is puur voor stabiliteit. Maar daar schiet je niet mee. En je wil dat die bal naar achter spint. Want dan heeft hij de meeste kans om in de basket te gaan. Je pols wil je zo naar beneden doen. En alsof je een koekje uit de koektrommel wil pakken. Ja, juist. Ja. Kijk eens, hier. Ja. Die was heel goed. Ik denk dat we naar de tweede stap kunnen gaan, ja. En dat is? Een routine creëren en vanaf de vrije worplijn schieten. Hoe is jouw routine? Ik dribbel. Dribbel. Spin hem even hier. Schud ik mijn arm los. En ga ik zo. Waarvoor is die routine eigenlijk? Die heb je om eigenlijk in een soort flow te komen. En je wil het schot elke keer hetzelfde hebben. Heb je er eentje in je hoofd al? Dat was een hartstikke goede routine. 3 keer dribbelen, door je knieën, hoppa, en schieten. Wauw!
netjes, hier. Goed hoor. Die was heel goed. Stap 3 is leren omgaan met de druk tijdens het schieten van een vrije worp. Ja, jij gaat een worp doen en ik ga je afleiden. En ik heb al gezorgd voor een heel vervelend publiek. Jazeker, ik kijk heel goed. Ja, ik ben ook aan het kijken. Gat, hij laat zich niet afleiden. Wacht even. Alles is voor Basie. Alles is voor Basie. Basie! 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 Heb ik je afgeleid of niet? Beetje. De echte druk komt natuurlijk van je teamgenoten. Die wil je namelijk niet teleurstellen door te missen op de vrije worplijn. Dus ik heb nog wat voor je geregeld. Jongens! Hallo. Nou, wat goed dat jullie er zijn. Nou, zij gaan naar jou kijken terwijl jij je probeert erin te krijgen. Kom op, kom op, kom op. Iedereen een handtekening vraagt als ik jou was. Ga je gang, tuurlijk. En als jij thuis denkt, nou, ik heb ook een sportprobleem. Laat het ons weten, wat je ziet. Het komt altijd goed. Ja, daar moet hij ergens zitten. Ergens. Even goed kijken allemaal. Zeer zeldzaam. Het is een mooie plek hier. Oh, kijk eens. Ja, dat wordt dan €5. Kijk eens even, ja. Goed zo, moment. Had u een bonnetje gewild? Nee, hè? Door. Ja, goed kijken ook. Daar ergens. Elk moment kan hij verschijnen. Ja. Goed kijken allemaal. Hij moet daar echt ergens zitten. Ja, dat was hem al. Wel gehoord, nog niet gezien. Goed blijven kijken. Hoor je? Daar is hem. Ja. Hoi. Waar staan jullie naar te kijken? Sst. We kijken naar een zeer zeldzame vogel die hier bij de Shepsportkantine is neergedaald. Oh. En wat voor vogel dan? Hier gaat het om de wildgestreepte Gerda Gerda. Theo, ik weet best veel van vogels. Weet jij veel van vogels, ja? Ja. Maar van de wildgestreepte Gerda Gerda... Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat kan wel kloppen. Er zijn er nog maar een paar van. Hij wordt met uitsterven bedreigd. Jo. En hoe ziet hij eruit dan? Nou, het is een kruising tussen een merel, een zeearend en een Opel Kadett uit 1985. Luister, je kunt hem horen. Hoor je het? Oh. Nou, die wil ik ook wel even zien. Mag ik jou verder kijken? Nee. Nee. Als jij ook wil kijken, moet je €5 betalen. Wat? Moet ik geld betalen om naar een vreemde vogel te kijken? Ja, maar dit is een once in a lifetime, Ronnie, hè? Dat is veel meer waard dan de €5. Gat. Monument. Goed kijken, allemaal. Goed kijken. Volgens mij zie ik al wat bewegen. Nou, ik zie helemaal niks. Karel! Kijk, kijk daar. Daar is die. Daar. Karel! 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 Dat is Gerda. Karo. Echt niet? Jawel, dat is Gerda. In een vogelpak. Ik zie het toch? Nou, maar ik weet niet waar je het over hebt, Ronnie, hoor. Dat is de wildgekleurde Gerda Gerda. Een uniek exemplaar. Ach man, wat klets je nou? Karo. Hé, hey. Gerda. Gerda, niet zwaaien. Oh, Karo. Karo. Theo, ik wil mijn geld terug. Welk geld? Ja, dat ik heb betaald om naar een verkleedde Gerda te kijken. Dat geld. Oh, dat geld.
Caro. Hier dan. Caro. Ja, ja. Caro. Oplichter. Hey, Ron, jij weet toch heel veel van vogels af? Ja, Caro. Ik weet heel veel van vogels af zelfs. Dan heb ik een vraag waar jij vast het antwoord op weet. Nou, opschieten dan, want ik moet weg. Wat zegt een mus van 80 kilo? Wat zegt een mus van 80 kilo? Ja, nou, geen idee. Nou, die zegt... Challenge! Ja, inderdaad, Ron. Nou, weet je, de groeten. Matkees. Grappenmaker. Kom dat zien. De felgekleurde, zeer zeldzame Kurda Kurda. Caro. 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 Ik ben op zoek naar Eline en volgens mij moet ze hier ergens zijn. Dus kom, gaan we er even zoeken. Eline, waar is ze? Hey, Eline! Jij! Hey! Hallo! Hoe is het? Gaat goed? Ja? Zeker. Heb je er een beetje zin in? Ik heb wel zin in. Ja, wij gaan op pad vandaag. Kom op. Ja? Moeten we nog een beetje een warming up houden? Nee? Geen jumping jacks? Nee! Oh, oké. Okay. Dit is Eline. Hoi, inderdaad, dat ben ik. En wij gaan vandaag naar de open dag van de Johan Cruijff Foundation. Dat is eigenlijk een soort sportdag waar jongeren allemaal soorten sporten kunnen uitproberen. En dat gaan wij doen. Gaan we zeker doen, ja. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er super zin in. Ja? Naast jou staat een hele lijst met allemaal sporten. Ja. Zie je het? En die gaan we allemaal proberen af te vinken. Is goed. Goed? Heb je een favoriete sport? Dansen, ja. Voetballen, badminton, de disco en... De disco? Ja, ik ben wel super sportief. Super sportief zelfs. Ja. En heb je eigenlijk ook nog andere hobby's? Ja, ik hou van zingen. En ik ga zangeres worden. Je gaat zangeres worden? En ik ga laten kappen worden. Echt? Ja. Vandaag ben je sowieso de ster van de show. Ja. Maar interessant dat je zangeres ook wil worden. Ja. En ik zou zeggen, laten we gewoon iets uitproberen. Ja, is goed. Die kan. Maakt niet uit wat. Dikke. Maar hij zit honkbal. Klopt. Heb je dat wel eens gedaan? Ja. 2 en pakken. Oké. Goed zo. En nu. Nu. Oh. Wie kan het naar buiten? Nee, je moet raken. Goed zo. Je kan het wel. Ja. Oh, bijna. Kom op. Oh, ben ik nog niet klaar? Nee, nog niet. Oh. En nu. Ja, hoe was het? Kom. Oh, we gaan op zoek naar nieuwe sport. Nou, honkbal afgevinkt. Ja. Jij houdt van dansen, toch? Ja. Nou, badminton, blijkbaar. Bijna. Oh, sorry. Oh, dat is de wind. Bijna. Ik weet het niet hoor. Waarom kan ik dit niet? Sorry. Kom op, zelfvertrouwen. Oh ja, zelfvertrouwen. Oh. Kom op. Eline, hoe vind jij het gaan? Wapen, goed. Ik weet niet of dit onze sport is. Nee. Nee, hè? Helaas niet. Maar het was wind. Het was de wind. Lag niet aan ons. Niks aan ons. Hé, maar badminton? Check. Check. Nou, en nu? Daar kijken? Of hockey? Of hockey. Of basketbal misschien? Ja, of handbal. Wat wil jij doen? Maar goed. Misschien moeten we die overnemen. Misschien moeten we toch daar... Oh nee, wat? Hè? Ja, meer dan. Wat? Daarheen? Kijk, nee, dan. Kom! Ik ben wel een beetje bang voor jou. Nee. Je bent niet bang. Ik hoef niet bang te zijn, oké. Oké, nu gaan we echt kickboxen. Voor de knie bij. Linkerhoek, bij je kin. Bam, knie. Hoe gaat ie, Eline? 4. Oh, je bent heel geconcentreerd. Wow, wat een
goede groep. Vier! Hé, hey, Eline, hoe gaat het? Gaat goed. Ja? Vind je het leuk? Is het een leuke sport? Super lekker sport. Ah, dat ziet er goed uit. Doe dit gaat ons misschien wel beter af dan badminton, denk je niet? Ja. Oké. Ik heb wel een beetje warm. Ik ook. Kickboksen? Kickboksen, goed gezien. Ja. Check. Check. Bloed uit. Doe het. Oh, nu moet ik? Ja, je moet vijf springen. En ja. Meteen, hoep. Ja. Kom! Nee. En? Niet zo goed. Nog een keer. Wat? Nog een keer. Kom! Harder! Ja. Is het goed? Ja, ik krijg applaus! Ja! Ver springen. Ver springen is goed gekeerd. Check. Gedaan vandaag. Ja, klopt. Maar er is eigenlijk nog één dingetje wat ik nog wel zou willen afvinken. Ja. Maar ja, daar moet ik denk ik even iets voor regelen. Blijf jij lekker even zitten? Ben ik zo terug? Ja, goed. Ik wacht nou. Ja, Eline's droom is dus om zangeres te worden en ik zie daar een podium staan. Dus ik ga even kijken of ik haar een handje kan helpen. Hi. Hoi. Ik heb een meisje bij me, ja. Eline. Ja. Die wil heel graag zangeres worden. Ja. En ik zie hier een podium. Hey. Hey. Daar ben ik weer. Ja, ben je weer. Ja, we hebben natuurlijk hier heel veel sporten gedaan. Maar er zijn straks ook allemaal optredens van onder andere Stefania. Klopt. En weet je wie daarna mag optreden? Nee. Ik! Yes! Ja! 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 Ja, artiest! We hebben hier een artiest. We zijn nu gewoon backstage. Ja! Ben je zenuwachtig? Nee? Wow, dat is wel cool, hè? Ja. En kijk eens even hoeveel mensen daar staan. Ja, wat vind je daarvan als je dat zo ziet? Ja, ik ben blij. Ja? Ja. Geef er nog één keer een heel groot applaus, Stefania! Dank jullie wel. Hey. Ik heb een soort van verrassing voor jullie. Oeh, een verrassing! Ja. Er staat namelijk hier een supergrote artiest. Hier is de enige echte Eline. Wow.